Win as much as you can is ontwikkeld om niet alleen een teambuilding te doen, maar vanuit die teambuilding heel veel lagen te belichten, zoals daar zijn. Hoe ga je met elkaar om? Hoe werk je samen om een doel te bereiken? Ik ga jullie een opdracht geven, waarbij dat je een rol krijgt, maar je moet wel één commitment doen voor jezelf. Je moet in die game gaan. Het is een business game, dus ik vraag dat mensen om in een personage te kruipen, een rol uit te voeren. Je gaat daarin en je wordt geleid door het spel. Eerst wordt er in kleine groepen gewerkt en dan wordt dat opengetrokken naar grote groepen. Hoe communiceert men met elkaar en hoe bereik je een eindresultaat waarbij dat iedereen tevreden is? Frustratie. Ja, ik had het moeilijk met het team die heel hard voor zichzelf ging. Ja, ik hou toch wel meer van samenhorigheid. Op het moment dat toch andere partijen zeiden van ja, we gaan allemaal voor Y gaan en dan toch uiteindelijk een paar die zeiden ja, nee, maar vertrouwen niet, we gaan toch voor X gaan. Het is een unieke ervaring wat je iets mee kan doen in het bedrijfsleven. En dat is toch een dubbele win-win.